Bethesda heeft een moeilijke tijd achter de rug. Maar ze gaan er bovenop komen, want nou, we gaan Fallout 76 helemaal vergeten. Wow. Met alle gekte die Rage 2 heet. En Peter heeft die al mogen spelen. Ja. Tweede keer, toch? Ja, het is de tweede keer. En het is een goede tijd voor onze gamers die houden van singleplayer ervaring. Post-apocalyptisch. Post-apocalyptisch, ja. Far Cry New Dawn, Metro Exodus en Rage 2. Maar het zijn allemaal singleplayer shooters die lekker story-driven zijn. Ik was groot fan van de eerste Rage. Werd niet zo goed verkocht als Bethesda had gehoopt. Dus heel bijzonder dat ze voor een Rage 2 gaan. Gelukkig doen ze dat wel, want ik word blij van Rage. Ja, en het wordt ook gemaakt door de personen die Rage 1 hebben gemaakt. Yeah. It Software. Maar in combinatie met Avalanche. Dus ja, de gasten die je kent van Mad Max en Just Cause. Ja, het is een liefdesbaby tussen It en Avalanche. En je merkt heel erg dat de games echt soort van twee werelden bij elkaar brengt. Dat was het eerste deel al. Maar het eerste deel werd alleen gemaakt door It Software. Dus toen waren ze niet zo tevreden over alle combat die je hebt in je voertuig. Laten we het zo zien. Je hebt een enorme grote wereld, post-apocalyptisch. De wereld heet The Wastelands. The Wasteland. Er zijn overal arcs zijn aanwezig. Arcs zijn shelters voor mensen die de bombardement wilden overleven. Ik voel een vergelijking. En je hebt dus een hele grote open wereld waar je met buggies in kan racen. Dat is heel erg Avalanche Studios naar aanleiding van Mad Max. En je hebt de keiharde gunplay, want het is gewoon een first-person shooter. En dat voelt heel erg als It Software. En dat betekent dat ledematen en hoofden in het ronde vliegen. Ja, een beetje ouderwetse Doom. Of nou, meer eigenlijk die nieuwe 2015 ja, Doom. Ja, maar toch? In Doom vecht je tegen demonen en nu tegen echte mensen. En ik weet niet, ik vind het ontleden van een been van een echt mens toch lekkerder dan van een ondode. Ja, maar je hebt toch nog wel weer die kalkodemon, dat je zijn hoofd, dat oog erin kan slaan en zo. Tuurlijk, ook wel prima, lijf, prima, maar je bent toch al in het hiernamaals, dus het maakt toch minder uit. En in het echt is het toch lekkerder. Okay. Ik word heel erg blij van Rage, ook vanwege de blije kleuren, er wordt heel veel roze in gebruikt. Het is best wel druggy, heb ik een beetje het idee. Ja, ja. Er zijn af en toe zijn er van die segmenten dat je de tijd vertraagt en alles gaat helemaal pulseren in wazige shit. En je gooit een boemerang recht door een aantal mensen heen, what the fuck? Ja, het is echt, je hebt heel veel what the fuck momenten. En dat werd ons verteld, we hebben eigenlijk een eerste voorproefje gehad in het verhaal. We moesten ons melden in Wellsprings, dat is een soort van de hoofdstad van The Wasteland. En dat voelde heel erg, moet ik trouwens gelijk zeggen, dat voelt heel erg als Borderlands wat dat betreft. Dus die questgivers zijn een beetje gek. Dat was echt zo'n hoofdstad waar dan een winkeltje is en waar de burgemeester jou om hulp vraagt. Hele uitbundige wapens waarschijnlijk. Precies, en het is heel erg RPG-achtig qua verhaallijn, want je moet naar de burgemeester, jij hebt haar hulp nodig. Ze zegt, ja, je mag me helpen, maar dan moet je eerst infiltreren bij die en die guy. Hij is de rijkste guy van het dorp. Jij gaat naar zijn club toe en bij de club zeggen ze, je mag niet naar binnen, hier komen alleen bekende mensen, beroemde mensen. Oh, ja. Oké, nou, dan moet je dus je melden bij Mutant Bash TV. Dan moet je gaan meedoen aan een spelshow waar je zoveel mogelijk mutants kapot moet schieten. Ik zie dit nu al helemaal zitten. Ja. Ik vind dit, ik voel hem wel hangen. Ik had eigenlijk verwacht dat we niet naar tv moesten gaan, maar dat we een geit moesten verzamelen of zo. Maar het heeft wel een beetje dat RPG. Yeah. Ja, maar dan een beetje gek. Dus je komt aan de Mutant Bash TV. Daar is ook een hele gekke vrouw die jou de opdracht geeft. Nou, je bent weer iemand die beroemd wil worden. Hier heb je je contract waarmee je alles wavert. Waarmee nergens zijn wij verantwoordelijk voor. Je tekent het contract en je begint in een aantal ronden Mutant Bash TV. Nou, dat is gewoon keiharde combat. Weet je, je wingstick, die zat ook in het eerste deel. Dat is een boemerang met messen. Want ja, we hadden een hele discussie tijdens de E3 hoe dat kan. Want hoe vang je hem op? Terwijl, nou goed, niet realistisch. Fuck it. Nee, en je hebt shotguns en machinegeweren. Je hebt krachten waarmee je barrières kan opwerpen. Waar je mensen kan wegduwen. Een soort ground pound. Keiharde actie. Heerlijk. Ja, ik voel dit. Ik voel hem heel erg hangen. Ja. Ik heb dat heel erg. Dus dat gedeelte is goed, maar dat zagen we ook in die gameplay trailers en dergelijke. De gameplay die we gezien hebben is heel erg Doom-esque, maar dan inderdaad gewoon gekker. Ja, het is wel Wolfenstein Doom-achtig. Ja. Hard. Maar hoe zit het dan met dat buggy rijden en ja, zo? Ja, buggy rijden. Het Avalanche gedeelte. Ja, het Avalanche gedeelte is dus is je buggy. Je buggy is de Phoenix. Je kunt in principe alle auto's stelen die je ziet als er wielen onder zitten. Je ziet trouwens heel veel auto's in de wereld waar geen wielen onder zitten. Slim. Kartjes gezet. Goed bedacht. Maar, je kan alles stelen met vier wielen. Geen enkele auto even. Nee, precies. De Phoenix is jouw wagen. Die kun je upgraden. Je hebt verschillende guns daarvoor. En we begonnen ook met een missie. Die voelde heel erg als Mad Max The Game. Waar je moest achtervolgen. Je had een soort eindbaas. Dat was een hele grote vrachtwagen. En die werd dan omsingeld door vier kleinere buggies. Die je echt moest verslaan. Dat hebben ze trouwens heel leuk gedaan met het richten. Het richten is altijd heel kloot hè, als je aan het rijden bent. Auto 1 maakt het weer te makkelijk. Dus wat hebben ze gedaan? Zodra je langer dan 3 seconden gericht bent op iets, gaat die auto aimen. Dan lokt hij hem. Dat vind ik heel leuk bedacht. Dus je hebt wel zeg maar, nog van de uitdaging, want ik moet wel goed richten. Maar als je eenmaal 3 seconden goed hebt gericht, kun je lekker gaan schieten. Dan wordt het echt gewoon brrr. Ik ben heel benieuwd hoe dat is. Ik heb de game niet gespeeld en ik zit heel erg te wachten op dat schieten. Want het klinkt en het oogt fantastisch. Maar met dat rijden heb ik zoiets van,
Ja, het is ook niet wat je van een race game gewend bent. Het is niet full auto. Het is niet full, nee. Het werkt en het is leuk en explosies zijn tof. Alleen inderdaad, ik vraag me over ook af hoe lang dat leuk blijft. Minder dan bij het schietelement, waarbij ik het echt wel geloof dat echt super vet is constant. Ja. Ja, die buggy is wel belangrijk, want de Wasteland is heel groot en je moet van A naar B ook gewoon met je wagen. Alleen, als je tegenstanders op de weg ziet, hoef je ze niet te engagen. Je kunt ook gewoon doorrijden. Lekker. Dan kun je gewoon lekker naar je volgende missie. Ook net als Metro, best wel een Fallout vibe. Waarin je ook wel zoekt naar verhalen op plekken van god, wat was daar gebeurd, et cetera. Beetje die ambient storytelling. Ja, ja. Moet ik wel... Er ligt hier een lijk, waarom? Daar schiet het hopelijk niet in tekort, maar dat kwam ik wel te weinig tegen. Je moet dingen verzamelen, je moet brandstof verzamelen, je moet verschillende vijandelijke kampjes uitschakelen. Ik miste wel een beetje van... Ik zag op een gegeven moment een braakliggend gebouw. Ik denk, stap uit. Ik liep naar binnen en ik zag binnen wel een kistje met loot. Dus daarin werd ik beloond. Maar ik miste wel een beetje die storytelling van, god, is hier iets gebeurd of niet? Dat wat bij Red Dead en bij Metro wel echt heel erg is. Dat is denk ik net iets te veel van het Mad Max gedeelte eigenlijk. Dan. Ja, want daarin dus had je ook een grote open wereld, maar het was zand. Terwijl het wel heel makkelijk is om te doen. Nou, als je een grote wereld wil en je wil hem helemaal opvullen, dan maak je het moeilijk. Maar misschien dat zij ervoor gegaan zijn om een grote wereld te maken, maar gewoon dan een beetje tekort schieten in het. Nou goed, het kan nog komen. Hè? Het kan nog komen, ik weet het niet. Ik vond de characters heel grappig, alles in missie vond ik heel erg leuk. Het schieten vind ik fantastisch. En ik ben al geteased naar de gyrocopter die uiteindelijk er ook in zit. Nice! Uiteindelijk ga je rondvliegen over de wereld in een gyrocopter, dat wordt heel erg tof. Heel Far Cry. Wel vooral, de schietactie is wat Rage mij, waar ik heel enthousiast over ben. Het is gewoon heerlijk om iemand te schieten, naar iemand anders een wingstick te gooien. Je ziet zijn hand eraf vliegen terwijl je hem met een shotgun schiet en dan die groep daar wegpusht met je krachten. Weet je, dat is gewoon heel fijn. Ja. En dat werkt enorm. We kregen een enorme eindbaas aan het eind van Mutant Bash TV. Die heette de Vile Minigunner. En dat was ik ook een vile denk minigun. Dat ik weet wat die voor wapen ja, heeft. Ja, een minigun. Okay. En met granaten erop, weet je wel, wegduiken. En het is chaotisch en het is lekker. Ja, daar teken ik voor. Dat is echt, ik ben heel erg hype voor die game of ik voor ook. Dat gedeelte. Dat gedeelte dan... zit goed. Daar kun je mijn woord van geloven. Dat zit echt heel goed. Dat ziet er ook heel erg mooi uit. Alleen, inderdaad, er zijn nog wel wat vragen. Vragen op het gebied van... subquests, wat doe je allemaal in de wereld? En vraag op het gebied van hoe lang blijft het rijden leuk en in hoeverre is de afwisseling van wagens of de upgraden van wagens, biedt dat heel veel voor de spelers. Oh, en het ziet er prachtig uit, toch? Het ziet er prachtig uit. Heb je het gespeeld op PC? Helemaal mooi? Ik heb het gespeeld op PC helemaal mooi. Wel met controller, dat vind ik zo'n game die even met controller op. Dat rijden ook. Ja, Doom is een van die weinige first-person shooters die net zo goed werkt met een controller dan met muis en toetsenbord. Dus krijg je echt, dan gaan mensen op een rode kariton, wat zeg je nou? Kom met me, ik ben ook een PC-gamer, maar ik steek vaak mijn controller erin als dat fijner is, sorry. Ja, nou, maar niet. Rage. Ik ben heel erg benieuwd naar de review. Want ja, wanneer komt die? In mei. Mei! Op het thee. Moet ik een datum zeggen, hè? Ja, nee, hoeft niet. Maar ik zeg wel een datum. Ik koekel het even. Wanneer komt die? 14 mei aanstaande. Duur nog eventjes, maar dan kunnen we ook aan de slag met Rage. En ik ben zelf heel erg benieuwd naar de review. Vanwege die punten die ik wil doen. Ja, PC, Xbox One en PlayStation 4, toch? Zeker. Yes. En als je echt alles wil weten over Rage 2, ga vooral naar gamerset.nl. Lees je mijn volledige preview nog meer in-depth. Doe dat vooral. Ja, of kijk die oude video preview eens terug. Of de andere preview die hij geschreven heeft. Dat mag allemaal. Ja, mag allemaal. We hebben genoeg content rondom Rage 2. Ja, en natuurlijk voor de rest van het jaar kun je ook gewoon terecht op gamerset.nl. Voor alles over games, tech, gear, gadgets. We doen een heleboel gekke dingen. Nieuws, trailers, we hebben het allemaal. Kom langs, is gezellig. Tot snel.